De beste kansen in de eerste helft zijn voor Bergen. Maar eerst Zocco en daarna Dati vinden doelman Steijnen op hun weg. Op het half uur verstuurt Dalma een perfecte voorzet in de rug van de Brugse defensie, maar Zocco kopt nu naast. En de hekkensluiter in de hoogste klasse blijft gevaarlijk. Okonen ziet zijn bal door Steijnen op de lat gewerkt en in de herneming komt de Fin ook niet tot scoren. Vlak voor rust, toch een keer Club Brugge. Jokic haalt uit en ziet zijn schot op de lat belanden. In de tweede helft speelt Club een stuk feller. Na een fout op Sterkelee levert Leko een goede vrije trap af. En Jeroen Siemaes werkt de bal ongenadig in het doel. 0-1 voor de competitieleider. Van de 25 competitiegoals scoorde Club er liefst 15 na een stilstaande fase. Club neemt wat gas terug en Bergen komt terug in de partij. Nu is het de ingevallen Brahami die niet voorbij Steijnen geraakt. Er wordt niet meer gescoord en zo wint Club met 0-1 bij Bergen. Een zuinige maar verdiende zegen.